Natuurlijk, hij is wezen skiën, maar voor de rest is het de laatste tijd opvallend stil rondom onze premier. Meneer Rutte, waarom zien wij u zo weinig? Meneer Rutte, hallo. We hadden bijna gemist dat u met vakantie bent geweest. U bent nogal onder de radar de laatste tijd. Nou, dat valt toch wel mee. Ik ben iedere vrijdag op televisie en bijna alle journaals gaan het wel over mij. Maar het begint toch een beetje in het kabinet Dijsselbloem-Timmermans te worden. Die zie ik overal. Ja, Dasje zit goed. Ik zie meneer Dijsselbloem en meneer Timmermans overal, maar u toch wat minder. Hoe komt dat? Nou, even de afgelopen week was ik inderdaad even... Ja, je bent wezen skiën. Je hebt de euro... in de vakantie had. Ja, wel verdiend. Zo te zien aan uw kleur bent u ook even weg geweest. Nee, dat is niet waar, maar... Ik zie er altijd zo goed uit. Ja, dank u wel. Meneer Dijsselbloem, meneer Timmermans zie ik overal, terwijl meneer Rutte toch schittert door afwezigheid. Misschien voor u dat hij niet op die plek is waar u bent. Maar ik kan u verzekeren dat hij lange werkdagen maakt en zeer actief is. En ook in het Europees, in Brussel, zeer actief is. U hebt de Eurotop gedaan, u hebt geskiet. Maar waar bent u de laatste tijd zo mee bezig geweest? De uitvoering van het regeerakkoord. We zijn natuurlijk druk bezig met de aanpak van de economische crisis. Het uitvoeren van de plannen die er liggen op het gebied van... De economie en de grote hervormingen moeten plaatsvinden. Het gaat erom dat je een positief verhaal hebt wat je kunt brengen, zodat je ook perspectief kunt bieden. Maar daarvoor moet je eerst regelen als kabinet hoe je voldoende meerderheid krijgt in Eerste en Tweede Kamer om dat ook te realiseren. Dus ik neem aan dat hij achter de schermen hard aan het werk is. Maar waarom zie ik u dan zo weinig? Ja, dan moet je vaker de televisie aanzetten. Daar ga ik niet over. Ja. Ik ben veel op tv. Ja, oké. Dus ja. U vindt dat u voldoende zichtbaar bent voor het Nederlandse volk? Ja, maar ja, als u niet kijkt als ik op tv ben, dan kan er niks aan veranderen. Het is een vrij land. U hoeft niet te kijken. Maar. Volgens onze premier heeft iedereen die hem de laatste tijd niet veel heeft gezien, gewoon niet genoeg televisie gekeken. Maar dat kan de waarheid toch niet zijn, meneer Rutte? Weet u wie deze meneer is? Ja. Wie is dat dan? Ja, hij is het hoogste van de Arbeiderspartij. VVD is die de hoogste? Oh ja, VVD. Mark Rutte is dit? Ja. Oh, dat is een hele bekende meneer. En die gaat bij de naam? Wat erg. Rutte. Mark Rutte. Dat is Mark Rutte. Vindt er niks aan? Vindt er niks aan? Nee. Is dat, denkt u, ook waarom we zo weinig zien, dat Nederland er niks meer aanvindt? Nou, dat zei ik toevallig het weekend tegen mijn man. Wat zei u tegen uw man? Dat hij was volop in de picture met alles en nog wat. En nu heeft hij een verbond gesloten met de PvdA. En dan zien we Mark Rutte niet meer. Ik zie hem weinig. We zien hem veel te weinig. Hoe komt dat dan? Nou, ik ga... Mark, jongen, doe er wat aan. Hè? Die denkt dat hij liefst iets ontloopt, dat hij liever... Ja, over ons heen regeert. Ja, ik denk dat hij zich verstopt, maar die man die mist daadkracht en dat soort dingen. Het is een intelligente man, het is een aardige man. Maar ik weet niet wat je er verder mee moet. Er zit me eigenlijk verschrikkelijk weinig, ja. Okay. Of ik nou door de hond of door de kat gebeten word ik toch. Kom eens uit je torentje vandaan en bemoei je ergens met de gewone mensen, want heel Nederland gaat naar de galmiezen.